Ik ben hier nu sinds het derde jaar directeur. En toen ik hier startte, dan begin je nieuw, dan zie je alles met frisse ogen, hè, met een frisse blik. Voelde ik al snel, hoorde ik ook terug van ouders, dat er een aantal kinderen waren die zich niet prettig voelden op school. En dat is denk ik voor op alle plekken waar je met onderwijs of met kinderen werkt, is het voorwaarde dat kinderen goed in hun vel moeten zitten, dat hun welbevinden goed moet zijn. En toen heb ik eigenlijk vanuit alle geledingen mensen bij elkaar geroepen. En daaruit bleek dat er inderdaad in het verleden, en het was niet dat het op dat moment een heel groot issue was, momenten waren geweest of periodes waarin kinderen zich niet veilig hebben gevoeld. En toen hebben we met elkaar besloten, dat willen we niet meer, dat gaan we anders doen. En van daaruit zijn we met kleine stapjes met al die geledingen gaan zoeken naar een vorm van, hoe kunnen we er nou voor zorgen, hoe kunnen we nou waarborgen dat kinderen zich hier wel fijn voelen. Maar het heeft ook gevoel gehad dat we als team hebben gezegd, wij moeten ons gaan scholen. Wat is nou die pedagogische competentie? En dat is de reden waarom we Pedagogisch Tact als scholing zijn gaan volgen. Met het hele team. Van je leuk. Dat was speciaal leuk geweest. Ja. Mag je dat nog vertellen? Ja. Oh, het is een soort van bewustwordingsproces geweest over hoe handel ik, waarom handel ik zo en wil ik zo handelen of hoe wil ik eigenlijk handelen? En hoe ga ik dat dan in kleine stapjes voor elkaar krijgen? Ik merk dat ik gewoon veel bewuster mee bezig ben. Voorheen deed je dingen omdat je dacht het voelde goed en ik dacht, ik ga het zo doen. En nu is het meer, weet je, ik heb zelf daar meer achtergrondinformatie over gekregen. Dat ik denk, oh, het is goed wat ik doe. En ja, ik ben het ook meer gaan doen. Ik merk dat met name in gesprekken. Gesprekken die leerkrachten zelf hebben met kinderen. Want ze willen dan ook weten waarom iets gebeurd is. Of waar een kind behoefte aan heeft. Maar ook een kind waar we afgesproken hebben, die speelt niet alle speelkwartieren buiten. Die mag een speelkwartier even rustig binnen blijven. En een werkje doen, omdat het te veel is buiten, te veel met alle sociale contacten. Nou, we zeggen, dat is afgesproken en dat gaat dus goed. Of een kind wat op een bepaalde plek buiten speelt en niet het hele speelterrein heeft. En dat is dan ook wat we bij Pedagogisch Tact geleerd hebben. Van geef die kinderen de ruimte waar ze verantwoordelijk voor kunnen zijn. Maar laat ze dus ook zelf beslissen als die ruimte te groot is, van nu maak ik hem weer kleiner. Ja, dan ga je echt, dan zie je bij kinderen echt ontwikkeling. Dat wij moeten opletten op het veld en zo, of we niks met de kinderen gaan vechten of zo. Om de dag een paar andere kinderen. En dan gaan ze, en dan hebben ze allemaal taken. Bijvoorbeeld, Nina en ik moeten dan bij de kleuters gaan werken. En dan moet Willem bijvoorbeeld bij het voetbal gaan werken. Dus dan is het een beetje verdeeld. Voor mezelf wilde ik het altijd verantwoorden ten opzichte van de rest van de kinderen. Waarom je met één kind dit deed en met het andere kind net wat anders. Maar het feit dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft en dat kinderen van elkaar heel goed begrijpen waarom het ene kind wel en het andere kind niet. En dat je niet alles aan de hele groep moet verantwoorden en uit hoeft te leggen. Maar dat je gewoon kijkt naar wat ieder kind nodig heeft en daar precies op insteekt. Dat is het beste. Iedereen's mening telt en daar moet je ook gewoon iets mee doen. Ja, in elke school is wel iets buitengesloten, alleen daar probeert de school wel alles aan te doen. Laatste jaar wel een stuk minder. Ja. Wat zei jij? Laatste jaar wel een heel stuk minder. Ja? Ja. Mijn portfolio. En daar doe je alle dingen in die je op school hebt gemaakt, waar je trots op bent. En dan dit is, je hebt hoofd, hart en handen. En daar doe je dan alle dingen achter. Dus dit is mijn hoofd. En dan hier mijn toetsresultaten. Mm-hmm. En hier is hoe ik ben. Wij hebben de juffen ingevuld. Hier wat de klas over mij vindt. Hier is waar ik allemaal goed in ben en wat ik nog wil leren. Je hebt hoofd, hart en handen. Ja. En is er één het belangrijkste? Niet echt, maar ja, hart is op zich wel een van de belangrijkste. We lopen makkelijker bij elkaar binnen om te zeggen of om te vragen van goh, hè, dit is er gebeurd. Ja, soms ook als je denkt, oh, ik heb het eigenlijk niet zo goed aangepakt, dat je daarna nog eens met collega's over praat. Maar ook dat je denkt, oh, dat heb ik heel goed gedaan, dat je daar meer over deelt. En dat je zo andere collega's eigenlijk meekrijgt in het hele, ik noem het een beetje tactische spel. Want je bent continu aan het afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.
Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar het werkt. Daar zijn we allemaal heilig van overtuigd, ja. Want denk, als we het zo niet hadden gedaan, dan hadden we echt met ons handen in ons haar gezeten met een aantal groepen.